De levensverwachting van kinderen die nu geboren worden is 100 jaar. Als je 100 jaar te leven hebt in een samenleving die steeds sneller verandert, wat is dan belangrijk om te leren? En wat is daarin het doel en de rol van onderwijs? Dat is een vraag die mij dag en nacht bezighoudt. Ik wil een bijdrage leveren aan een grote transitie in het onderwijssysteem. Ik zou graag willen bewegen van een systeem dat in de basis iedereen langs zichzelf het lat legt, naar een systeem dat faciliteert dat iedereen tot volle bloei kan komen. Met alles wat je in je hebt. En een leven lang inzetbaar kunt zijn in een steeds sneller veranderende samenleving. Maar wat we moeten doen is een flinke transformatie. En ik zie dat als een soort U-proces. We staan op een punt A en we willen naar een punt B. Alleen we weten niet precies hoe dat punt B eruit gaat zien. Om van A naar B te komen moet je eigenlijk door een soort U. En die U, het eerste poot van U, bestaat uit loslaten en in ieder geval bevragen wat we allemaal gewend zijn. Bijvoorbeeld in het geval van onderwijs. Waarom hebben we eigenlijk jaarklassen? Historisch heel verklaarbaar, maar is dat nog logisch? Kan het anders? Waarom delen we kinderen in hoger versus lager? Waarom hebben we eigenlijk aparte vakken? Als in de realiteit alles met elkaar samenhangt. Heel veel waarom vragen. Maar de allerbelangrijkste waarom vraag die eigenlijk helemaal aan de onderkant van de U staat, is de vraag, wat is eigenlijk het doel van onderwijs? En pas als we die doelvraag hebben beantwoord, kunnen we de weg naar punt B gaan invullen en creëren. Deze documentaire zoomt in op de fundamentele onderwerpen aan de onderkant van de U. Dus laten we hier beginnen. De maatschappij is in een supersnelle transitie. En op allerlei vlakken zijn er dingen in beweging. Maar er is één beweging die voor mij de allerbelangrijkste is. En dat is die dat we bewegen van een maatschappij die tot nu toe werd gedreven door top-down inrichting, van boven naar beneden, naar een maatschappij die meer als ecosysteem werkt. Alles wordt vanuit het ministerie, via de besturen en de onderwijsinspectie, wordt het zeg maar verteld wat wij moeten doen. Heel zwart-wit gezegd. En dat gebeurt eigenlijk via bepaalde eisen die er worden gesteld. Je hebt de CITO-scores, je hebt de random, de doorstroomcijfers, examencijfers. Nou, zo kan je heel veel van dat soort indicatoren, zeg maar, het zogenaamde rendementsdenken. Hey, en als jij nou mocht kiezen, hè, wat je nou, je moet wel naar school, zeg maar, want daar moeten we nou eenmaal. Hoe zou jouw ideale dag eruit zien? Wat zou je nou leuk vinden om te doen? Dat de juffrouw dan niet waren en dat je alles zelf moet doen. Dat je zelf moet doen? Wat vind je er leuk aan als je het zelf mag? Want dan kan je gewoon een hele puinhoop maken. En dat mag nou niet? Ja, nu moeten we alleen nog maar naar de juffrouw luisteren. Oké. Dus je wil gewoon zelf graag meer bepalen wat je gaat doen? Ja. Ja, leren is een individueel proces en het is geen collectief proces. Tenminste, het is meer een individueel proces dan een collectief proces. En wat we gedaan hebben, is het helemaal omgedraaid door efficiëntie en door dus grote collegezalen van 200 en 300. Als ik hoor wat mijn zoon, die psychologie studeert, wat voor collegezalen. Ja, daar kan je dus bijna net zo goed gewoon thuis achter de video kijken. Hè? Of achter je laptopje. Ik leer bijvoorbeeld op de Erasmus Bedrijfseconomie, leer ik die boeken, zeg maar. Maar als iemand zegt, je moet die boeken leren, dan is mijn waarheid totaal anders. Ja. Dus wat is nou mijn waarheid? Een diploma is alleen maar belangrijk in anonieme organisaties. Mochten ze de verkeerde aannemen, dan kunnen ze zeggen, ja, aan mij lag het niet, want hij liet me alle diploma's zien, dus ik heb niks fout gedaan. En die ik heb niks fout gedaan mentaliteit in grote organisaties, ja, die leidt ertoe dat heel veel dingen anonimiseren en dat niet het 100% niet alles wordt uit de mens gehaald. In het pre-digitale tijdperk was er maar één manier om kennis en informatie over te dragen. Van boven naar beneden. En dat zag er eigenlijk uit als een soort piramide. Of een belboom. Jantje belde Pietje en Marietje en Klaasje en Keesje. Maar dat systeem werkte zo goed dat het ook de standaard manier van organiseren is geworden van grote bedrijven en van grote organisaties en de kerk. Hoe hoger, hoe meer aanzien, hoe meer status, hoe meer salaris. En dat hogerop komen, die weg, die zit er op allerlei manieren nog steeds in. We zeggen heel vaak tegen kinderen die talentvol zijn, nou, die komt er wel. Maar wat is dat dan, dat er?
En we zien een soort ideale weg omhoog. En dat begint al op heel jonge leeftijd. Als je na 8 jaar basisschool een CITO-toets maakt, dan zegt die toets of je door mag naar hoger opleiding of helaas niet door mag. En dan wordt nog gezegd, nou, er zijn nog best leuke dingen te leren op dat VMBO. Maar eigenlijk voelt het al als falen. Maar als je nou wel door mag, dan proberen zo hoog mogelijk te komen. Om zo hoog mogelijke studies te doen. Dan ga je bij een zo gerenommeerd mogelijke organisatie werken. En in die organisatie probeer je stap voor stap op te klimmen naar het hoogste niveau. Maar wat er op dit moment gaande is, is dat we in een digitaal tijdperk leven. Waarin mensen letterlijk en figuurlijk overal met elkaar zijn verbonden. En dat organisaties veel organischer zijn. Veel meer als een ecosysteem opereren. En in dat ecosysteem gaat het er vooral om wat voor unieke kleur je hebt. En waarin jij uniek bent. Wij willen graag dat docenten veel bewuster daarmee omgaan. Dat ze leren om echt op het leerproces zelf te gaan zitten. In plaats voor die cijfers te gaan werken. En dan krijg je een hele andere manier van werken. Wat ik denk wat het doel is van onderwijs. Dat wanneer dat je mensen bij elkaar zet van verschillende disciplines, van verschillende kwaliteiten, dat je vooral een overstijging gaat maken van de een naar de andere persoon met die verschillende kwaliteiten. Dus dat je op een gegeven moment gewoon leert van elkaar. Dat is denk ik vooral het doel van het onderwijs. Ik heb over mezelf ontdekt op school hoe belangrijk het is om je eigen weg te volgen en gewoon ook heel eigenwijs te zijn. Niet altijd te luisteren naar wat anderen zeggen. En ervoor zorgen dat opmerkingen van anderen je niet demotiveren in hetgeen wat je wil. Wat ik vooral over mezelf ontdekt heb op school is dat het belangrijk is dat je vertrouwd wordt. Dus dat er vertrouwen is dat het wel goed komt. En dat is voor mij wel heel erg belangrijk geweest. En ik heb nog iets anders ontdekt. Dat is op zich heel simpel. Maar ik heb er ontzettende hekel aan als mensen zeggen wat ik fout gedaan heb. Ja. Ik heb eigenlijk veel liever dat mensen tegen me zeggen wat ik goed gedaan heb. We hebben onderwijs om een aantal redenen. Een van de gekke dingen van de school is dat die eigenlijk uit twee verschillende geschiedenissen komt. De samenleving wordt op een gegeven moment zo complex dat we niet meer alles wat we zouden moeten leren gewoon in de samenleving kunnen leren. En dan komt de school op als een plek die ons moet gaan voorbereiden op de samenleving. Dat is één taak van de school en die is er nog steeds. Maar de school is ook, zou ik kunnen zeggen, een bijzondere plek. Ik zeg wel eens een plek tussen thuis en de straat. Dus tussen het huiselijk leven en de samenleving. Een soort van middenplek, een oefenplaats. Waar we kunnen oefenen in wat het betekent om in de samenleving te zijn. Maar waar we nog niet echt in die samenleving zijn. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat een kind en een mens ook zijn eigen wereld leert vormgeven. En dat lukt niet alleen in economische zin, maar gewoon vanuit een bepaald ideaal ook dat kan gaan bewerkstelligen ook. Het onderwijssysteem zoals we dat nu kennen is vooral een systeem dat draait om een systeem. En het zou zo geweldig zijn als we het systeem faciliterend kunnen maken aan een leerproces. Van een leven lang leren. Aan het proces van iemand die zich gaat ontwikkelen tot iemand die een leven lang zichzelf kan inzetten in een steeds sneller veranderende samenleving. Dus dat systeem zou zich eigenlijk moeten vouwen rondom die lerenden en rondom die ontwikkeling tot iemand in de maatschappij. Op dit moment verandert er heel veel, ook op de arbeidsmarkt in Nederland, waar vroeger iedereen een vaste baan had en heel lang in loondienst bleef werken. Zijn de banen een stuk minder geworden, waardoor mensen meer zichzelf moeten verkopen, moeten concurreren om werk, soms zelfs een baan uitvinden of ondernemer worden. Mm-hmm. En in het onderwijs op dit moment word je vooral nog opgeleid in het algemeen met allemaal dezelfde normen waar je aan moet voldoen, gemiddelde, gestandaardiseerde kennis. Waardoor je als je eenmaal van school afkomt, nog op zoek moet gaan naar van wie ben ik zelf, waar ben ik goed in, wat heb ik te brengen en hoe wil ik dat in mijn werk vormgeven. En met succesvol onderwijs. Hey, en heb je al een idee wat je later wil worden? Of wil je nog lekker blijven leren? Ik denk dan bij de kassa, maar dat weet ik nog niet zeker. I think it's just to support the development of your growth, you know, like
you just have a soul and a mind, and it's going to be there whether you have education or not. And they just need, you need people that you rely on to support that development and encourage you to do whatever you want. Like, if you want to be a garbage collector, then be the best goddamn garbage collector in the world, you know? Like, just use support. Just support and allow growth. Ik denk ook een stukje toekomst, dat ze daar besef van hebben. Bijvoorbeeld met de jongeren waar ik mee werk, die gaan naar school, want dat moet. Ja. En ik denk als je hun kunt bijbrengen van, hey, het inderdaad, het moet volgens de wet, maar het heeft ook meerwaarde voor jezelf en voor je toekomst. En niet alleen omdat je later een baan krijgt, maar ook gewoon dat je echt besef krijgt van, ik kan er iets mee persoonlijk. Dat zou heel mooi zijn. Ja. Ik heb vanmiddag, ja, een keer een groep studenten van de Haas de Mos. En ik heb hun gevraagd wat zij van de geschiedenisles vonden. Nou, dat was niks aan het saai. Ik zeg, ja, dat ben ik met jullie eens. Ik zeg, maar jullie studeren bedrijfskunde. Ik zou, als ik jullie was, met terugwerkende kracht die boeken van geschiedenis heel goed lezen. Want als je in Servië staat en je staat op het punt om een deal te maken en je zegt dan, nou, het product heeft zich bewezen, we hebben dat ook in Kroatië al toegepast, dan ben je de deal kwijt. Als jij niet weet dat die mensen oorlog hebben gehad en dat die elkaar nog steeds niet heel erg aardig vinden. Ik vind empathie, hè? Ik zei het net ook, heel belangrijk. Dus dat je je kan verplaatsen in andere mensen. Dat, mm-hmm. dat je snapt dat je samen, dat je verschilt en dat je eruit moet zien te komen. En dat het ook kan en dat een maatschappelijke meerwaarde is. Dat soort dingen vind ik, het doel van onderwijs is voor mij ook daarin gelegen. Het ontdekken en ontwikkelen van jouw talent. En dat op een dusdanige manier te doen, dat jij de uitdagingen van morgen ook daadwerkelijk aan kunt. Ja, volgens mij moet het onderwijs ontdekken bij leerlingen wie ze zijn en wat ze willen en wat ze kunnen. Talentontwikkeling. En dan is ontwikkeling, bedoel ik echt het ontwikkelen. Hè? Dus de wikkel die je losmaakt, zodat dat talent gewoon eruit kan komen op een manier die dat mensen bevlogen en bezield aan het werk kunnen gaan. Denk jij dat we naar school gaan met z'n allen? Omdat je anders niet leert. En wat gebeurt er als we met z'n allen niet leren? Dan, als je later goed wordt en iemand stelt een moeilijke vraag, dan weet je het niet. Precies. Ik denk dat het doel van het onderwijs moet zijn om te versterken waar je de richting te versterken waarin je wilt gaan. Doel van het onderwijs, mensen leren denken, mensen vaardig maken, mondig maken. Ja, dat zijn al die clichés. Maar dat is een heel belangrijk deel van het socialisatieproces. Studenten of mensen enthousiasmeren en motiveren. En ze te helpen zoeken naar hetgeen wat ze interessant vinden, want daar heb je gewoon hulp bij nodig. En als mensen dan weten wat ze interessant vinden, om te kijken hoe hun talent of kwaliteiten daarbij aan kunnen sluiten. For me, I think the purpose of education is to take away limits that you have in your life. In order to improve happiness throughout your life. So I think the more education that you have, the more you're able to, I would say, make decisions in your life that allow you to have the highest level of fulfillment over the course of the life that you have. Als het gaat om de domeinen die het onderwijs zou moeten verzorgen, dan maak ik wel dat onderscheid tussen drie domeinen. Kwalificatie, socialisatie en persoonsvormende dimensie. Kwalificatie heeft te maken met dat aspect van het onderwijs waardoor we gekwalificeerd raken om dingen te doen. En dat heeft heel veel te maken met kennis en met vaardigheden. De socialisatiedimensie van het onderwijs die heeft veel te maken met tradities en praktijken, manieren van zijn, manieren van doen. En wat de taak en rol van het onderwijs daar is, is om kinderen in te leiden in dat soort tradities. De derde dimensie van het onderwijs is subjectivering, dat is nogal een technische term. Voor mij heeft dit te maken met de vorming van de persoon. Dan heeft het te maken met de kwaliteiten van het persoon zijn die we willen bevorderen. Er komen noties als kritisch denken of zelfstandigheid. Het woordje wat ik daar graag ook een plek bij geef is dat idee van volwassenheid. Op een volwassen, niet egocentrische manier in de wereld staan. Kijk, als je voor je diploma gaat voorbereiden,
om je ook weer klaar te stomen voor een vervolgopleiding of voor de arbeidsmarkt of iets dergelijks. Dan ga je weer meer zitten op het eindexamen en op het diploma. Hè? Dan ga je meer naar dat domein toe. Maar misschien als je een paar jaar daarvoor zit of een jaar daarvoor zit, moet er veel meer ruimte zijn voor individuele vrijheid. Omdat je dat dan nog veilig fouten kan maken en keuzes kan maken. Nou, dan ga je een half jaar voorbereiden op het eindexamen, dan ga je daar weer op focussen. Maar dat, wat je dan wel doet, is dat je leerlingen heel bewust meeneemt in hun eigen leerproces. Zich daar bewust van maken. Dat je daar keuzes in laat maken, er fouten in laat maken. En dat ze daardoor veel meer stevig die toekomst kunnen vormgeven die er aan zit te komen. En daar komt bij mij nog een wel het aspect bij dat er heel veel uitdagingen voor ons als maatschappij op ons afkomen. Dus toenemende ongelijkheid, automatisering, dat zijn we vandaag allemaal aan het bekijken. Daar hebben we een ander soort onderwijs voor nodig. En mensen moeten daar heel zelfstandig, kritisch kijken wat er om hen heen gebeurt en wat voor stappen ze daarin zouden willen maken. En dat is ook het doel van het onderwijs, wat mij betreft. Kijk, niet van als je een 8 hebt, dan ben je geweldig. Nee, als je gewoon kunt reflecteren en het vak sociale vaardigheden en dergelijke, die aspecten erin kunt gooien. Ik denk dat dat meerwaarde heeft voor je mens zijnde, zeg maar. Ik was afgelopen week dan bij de kleuters en had de juf gevraagd naar de hand: wat vonden jullie nu een leuke oefening? En dat was de vlinder. En de voeten tegen elkaar en met de benen vlinderen. En dan denk ik, zo simpel kan het zijn. Wat kinderen toch ongelooflijk veel plezier brengt. En dat ze voelen van, oh ja, hier is mijn lichaam weer. Ik hoef niet alleen maar te denken. Ik kan ook even voelen. Kinderen willen op zich wel leren. Maar niet alleen maar met het hoofd. En niet alleen maar universele kennis. Maar ook op een manier die bij hun persoonlijkheid past. En bij de dingen die hun aanspreekt. De een vindt rekenen leuk en de andere vindt taal leuk. Maar net zo goed vindt de een het leuk om over zichzelf na te denken of mee bezig te zijn. En de ander vindt het leuk om te leren door in de natuur te zijn of fysiek bezig te zijn. Dus het zou veel meer een totaalpakketje kunnen zijn dan op één ding in te zoomen. Je zou het onderwijssysteem zoals we dat nu kennen kunnen opdelen in 4 kwadranten. Middels een simpel assenstelsel. En de verticale as is de doelas van het onderwijs. En bovenin staat het collectieve doel, oftewel het behalen van een diploma, de kerndoelen als doel van de school. En onderin staat het ontwikkelen van het individuele talent als doel van de school. En de horizontale as is de relatieas. Met aan de ene kant de hiërarchie als relatie, bovenonder, ik weet het beter, ik vertel jou hoe het zit. En aan de andere kant de gelijkwaardigheid, het netwerk, autonomie in verbinding. Dan zie je dat er eigenlijk op elk hoekpunt van dat assenstelsel vormen van onderwijs te vinden zijn. Helemaal rechtsboven staat het traditionele onderwijs. Het doel is het behalen van een diploma, voldoen aan de collectieve eisen en volgens de hiërarchie. Iemand staat voor de klas en vertelt hoe het zit. Maar er zijn ook vormen van onderwijs op andere hoekpunten te vinden. Zelfs helemaal linksonder zijn vormen van onderwijs te vinden, zelfs in Nederland. Bijvoorbeeld democratische scholen. Dat zijn heel ondernemende scholen waarbij volledige gelijkwaardigheid is tussen leerlingen en leerkrachten of begeleiders. En waarbij gezamenlijk die school wordt ingevuld en waarbij iedereen verantwoordelijk is voor het eigen en elkaars leerproces. En ik hoor heel veel scholen zeggen van ja, we staan ergens in het midden of een beetje linksonder van het midden. Maar wat we doen is nog steeds rechtsboven. En dat levert een soort identiteitscrisis op. En dat is heel jammer en dat is heel vervelend. En wat ook heel veel scholen voelen, is dat ze moeten voldoen aan rechtsboven. Want rechtsboven, dat zijn de checkboxen. Terwijl de inspectie zelf ook hardop zegt van beste scholen, ga vol zelfvertrouwen staan waar je voor staat. En laat zien, toon aan dat wat jij doet, dat werkt. En dan krijg je alle groene lichten. En dat is ook al bewezen, want er zijn diverse scholen helemaal aan het andere eind van het spectrum die alle groene lichten van de inspectie krijgen. En die gewoon aantonen wat ze doet, dat werkt. Ook in het Nederlandse systeem. Wij maken elk jaar, of daar komt het vandaan, een soort overzicht, de staat van het onderwijs. En dat is eigenlijk een beschrijving van de instituties van het onderwijs. Dus hoe gaat het op de, wat eigenlijk de kwaliteit van de basisscholen, van de scholen voor het voortgezet onderwijs. Maar onze achterliggende motivatie is natuurlijk dat we het voor leerlingen doen. Dus daar zijn we voor opgericht en dat is wat ons drijft. Goed onderwijs voor leerlingen. En als jij nou andere kindjes moest leren lezen en schrijven, hoe zou jij dat dan doen? Dat ze eerst
eerst een half uurtje mochten spelen. En dan gingen ze schrijven. Dan mochten ze een kwartiertje spelen. En dan gingen we lezen. En dan mochten ze een 5 minuutjes spelen. En dan gingen we rekenen. En dan was de school af. Aan de ene kant wordt van ons gevraagd, rusten leerlingen toe om klaar te zijn voor de toekomst. Ook daar waar het gaat om persoonlijke groei en competenties. En aan de andere kant komt de inspectie hier langs en die vraagt, wat is het gemiddelde cijfer voor Nederlands? En hoe zit het met het niveau van de taal en het niveau van het rekenen tot op het VMBO beroepsgerichte leerweg aan toe? Die twee dingen bijten elkaar soms. In ieder geval wat meer praktijk erin gooien. Dat mensen echt wat meer dingen doen. Maar niet alleen op stage, maar ook in de klas meer groepswerkjes en zo. Net als wel een eindproject moest je een ondernemingsplan doen. En daar zie je dan wel dat er resultaten geboekt worden omdat je met elkaar bezig bent. Ja. En ik denk dat je daar veel meer van leert. Als je bijvoorbeeld casussen van een bepaalde situatie in een bedrijf. Jongens, hoe zouden jullie dit oplossen? Iedereen kan zijn eigen draai eraan geven en zo komen de kwaliteiten weer naar boven. Dus, ik vergelijk dat altijd zelf met, ik heb leren lopen. Daar heb ik een jaar over gedaan. Dat heb ik gedaan zonder boek, zonder te kunnen praten, zonder te weten wat ze tegen me zeiden. Ik heb het gewoon geleerd door afkijken. Ik zag iedereen op twee benen staan. Ik denk dat zal wat bedoeling zijn. En ik heb het letterlijk met vallen en opstaan onder de knie gekregen. Ja, de vraag is wat in dit alles de rol van de leraar is. En ik denk dat de rol van de leraar of de docent een heel belangrijke rol is. En dat die rol de afgelopen jaren onderschat is. Als we zeggen dat uiteindelijk de bedoeling van het onderwijs is om kinderen en jongeren te helpen op een volwassen manier in de wereld te zijn, dan is een van de dingen die in het onderwijs moet gebeuren, is wat je zou kunnen noemen het krijgen van reality checks. Precies die vraag is wat je wenst, waar je mee bezig bent, is dat eigenlijk wel goed voor jezelf, voor de wereld enzovoorts. Daar ligt een taak voor docenten, om als het ware die vraag in te brengen in het leven van kind en jongeren. En dat kan op allerlei manieren gebeuren. Je kunt die vraag heel direct stellen. Is dat wel goed voor je? Maar er zijn natuurlijk allerlei andere manieren om het kind in verbinding te brengen met de realiteit van de wereld. Een goede docent, en die zijn er heel veel, die heeft nu al een hele goede individuele relatie met een leerling en speelt daarop in. Kijkt wat een leerling nodig heeft en probeert daaraan een vorm te geven. Nou, wat we nu hebben gedaan is dat we dat zo georganiseerd hebben in jaarsystemen, hele grote klassen. Iedereen moet 1000 uur per jaar in de klas zitten. Dat is een heel rigide systeem, krijg je daarvoor. Dus wat je dan meer kan gaan doen, is dat sommige leerlingen met taalachterstand bijvoorbeeld, die zullen echt meer uren moeten gaan maken bijvoorbeeld, om heel concreet te maken. En daar kunnen dan bepaalde docenten, experts mee aan de slag. Sommige leerlingen zijn al heel ver en kunnen heel veel zelf en willen ook heel graag zelf bepaalde dingen ook vormgeven. En die geven dat ook aan. En die kunnen dan misschien met 400 uur toe. Je zorgt wel voor dat er minimale eisen worden, dat er aan wordt voldaan. Daar moet je realistisch in zijn. Maar die flexibiliteit, dat ga je dan krijgen. En dan krijg je dus veel meer ook individuele gesprekken met docenten. Die nog steeds blijven lesgeven, maar ook misschien meer gaan coachen. Dus dan krijg je veel meer flexibele rollen in het onderwijs. Ik denk dat scholen ook uiteindelijk ook veel meer dat soort flexibele organisaties zullen zijn. Dus ik had een geschiedenisleer, die noemde mij Abraham. Weet je, dan heb je ook al zoiets. En ja, die kon zo ongelooflijk vertellen. Nou, dat blijft hangen. Dus er moet heel veel emotie, er moet passie bij zitten. En dan slaat die vonk over. Een goede leraar is iemand die eigenlijk tijd steekt in zijn leerlingen en probeert de kwaliteiten van zijn leerlingen naar boven te brengen en die te accentueren. Een docent die het voorleeft, een docent die enthousiast is en een docent die het zelf doet wat hij zegt. You need to be stimulated by other people. You need people around you to be like really excited. And so when you're not that excited, they can lift you. You need to be in a good environment. I think, and you have to find that, and sometimes you can be lazy, and that's probably the worst thing as being an adult. You can be lazy because no one's going to tell you off. Want ik zou lessen meer focussen op ook daadwerkelijk in het veld toepassen. Okay. Dus als jij een marketing, als jij bijvoorbeeld een les marketing hebt, een les AIDA-model, nou, ga het volgende uurtje, ga dan even de straat op, ga dan even een enquête houden, ga mensen vragen stellen in plaats van eindeloos erover te leren en kijken hoe het misschien wel moet. Okay. Want ik denk dat je als je het gaat doen en 3 keer op je bek gaat, dat je het veel beter weet dan als je 3 keer het boek doorleest. Onderwijssystemen en onderwijsbenaderingen, vooral tegenwoordig, die zeggen van
Als reactie op al die starheid moeten we naar een situatie waarin we het kind volledige vrijheid geven, creativiteit bevorderen, alle talenten laten ontwikkelen. Voor mij is dat eenzelfde eenzijdigheid eigenlijk als onderwijs dat alleen op de kwalificatie stuurt. En één manier om dat te zeggen is, creativiteit betekent dingen maken, dingen in het leven roepen. Maar niet alles wat we maken of in het leven roepen is daarmee automatisch goed. Het is niet automatisch goed voor onszelf en niet automatisch goed voor de wereld. Als je een heel extreem voorbeeld neemt, en ik weet dat het extreem is, als je kijkt naar de creativiteit die er in het ontwerpen van de concentratiekampen is gegaan, dan kun je zeggen, daar is iets gemaakt wat nog niet bestond. En wat in zekere zin heel creatief is. Maar het is natuurlijk een compleet verwerpelijk product van creativiteit. Dus als we alleen maar zeggen van, we willen creativiteit, dan missen we iets. Want waar we naar op zoek zijn in het onderwijs is de goede creativiteit. Dat is natuurlijk een lastige vraag, want dat is een oordeel wat we daar moeten vellen. Maar de goede creativiteit is uiteindelijk de creativiteit die het kind helpt in de wereld te zijn. Die het kind helpt om met anderen in de wereld te zijn. Op zo'n manier dat de planeet daarin niet vernietigd wordt. Wat je uiteindelijk in het onderwijs beoogt, is dat die vraag ook een vraag van het kind zelf wordt. Dat een vraag is die het kind met zich mee wil dragen. Als je die vraag met je meedraagt in je leven, is wat ik wens, is wat ik wil maken, is wat ik wil doen, is dat goed, is dat wenselijk, dan heb je al een eerste stap gezet. Dus net zoals met leerlingen, wat ik zei voor leerlingen, moet je het ook voor docenten gaan doen. Je moet ruimte creëren, je moet een ruimte hebben waarin geëxperimenteerd mag worden. En dat iedereen de veiligheid voelt om dat te doen en dat ook niet in zijn eentje doet, maar dat in een gemeenschap van lerenden doet, van in dit geval dan docenten ook doet. En dan binnen die ruimte ontstaan de ontwerpers, de ruimte, de creativiteit, precies dat wat we nodig hebben en wat we onze kinderen toewensen. Wat we onze kinderen toewensen wil je dan ook dat docenten dat gaan doen. Dus we zullen dat ook zelf moeten gaan vormgeven. En dan zullen voor een aantal schoolleiders en bestuurders stappen uitkomen die ze niet wenselijk vinden. Maar dat is op dat moment dan wel de beste keuze die waarschijnlijk mogelijk is. En dat vinden mensen dus heel moeilijk om los te laten. Ik denk ook dat de meest cruciale stap nu niet bij docenten ligt, maar bij degene die het mogelijk maken om die ruimte te laten bestaan. En dan kom je toch wel snel bij bestuurders uit, bij schoolleiders die dat kunnen. En er zijn een aantal hele goede voorbeelden van in Nederland. Maar daar moeten we dus veel meer naartoe. En ik vind juist dat die vernieuwing van onderop moet komen. Er is niet zoiets als een ideale leermethode, dus daar moet je ook mee experimenteren. En je moet scholen de ruimte geven om daar ervaring mee op te doen. Als je kijkt hoe het onderwijsinstituut op dit moment georganiseerd is, dan zie je dat dat feitelijk nog steeds georganiseerd is rondom kennis overdragen. Een leerling moet iets van buiten leren, ik chargeer het even. Een leerling moet iets van buiten leren. Aan het eind van het curriculum krijgt hij een toets. Heeft een 6-, goed zo geslaagd. Heeft een 5+, u bent gezakt, u mag het nog een keer overdoen. Dat is niet meer van deze tijd. Dus wij moeten dat veel meer integraal aanbrengen. En de methodiek waarin je dat doet, is niet leerlingen in een klas zetten in een setting met een docent die 50 minuten praat. Nee, de methodiek is dat je leerlingen direct contextrijk laat leren. Met andere woorden, niet ik leer nu iets van buiten en straks als ik groot ben, dan weet ik wel wat ik daarmee moet doen. He, leren vooruitgesteld nut. Nee, ik leer nu in een omgeving waarin ik nu direct weet waarom ik dit moet leren en hoe ik dat moet leren. Dan krijg je veel meer de intrinsieke motivatie van de kinderen of van jongeren naar voren. En dan wordt leren voor hun ook leuk en interessant. En waar ik dan toch nog wel regelmatig tegenaan loop, dat mensen een systeem hebben ontworpen wat geweldig is, wat ik ook geweldig vind. Maar dat het systeem uiteindelijk weer belangrijker wordt dan het kind. En dat vind ik zo belangrijk dat we dat met z'n allen loslaten. Ik denk dat het belangrijkste is dat kinderen zelf zelfstandigheid krijgen. Zelf regie durven te nemen over hun eigen leren en hun eigen leven. Ik denk dat dat belangrijk is in het onderwijs. Rekenen en taal is ook belangrijk. Maar waar het uiteindelijk om zou moeten gaan is van hoe geef ik zelf invulling aan wat ik leer en wat ik doe.
de mens eigenlijk gewoon ieder wezen tot volledige ontplooiing brengen. Er gebeurt al zoveel van onderop en er zijn al zulke gaaf initiatieven. En ik hoop ook gewoon dat iedereen dat ook ziet en maar dat ook gaat ondersteunen. En dan keert het systeem vanzelf ook wel, denk ik. Wat ik probeer te doen misschien is mijn eigen enthousiasme overbrengen voor onderwijs. Wat ik een fascinerend proces blijf vinden. En in die zin hoop ik dat mijn studenten iets van dat enthousiasme zien. En daardoor misschien er ook zelf enthousiast voor worden. En als iedereen voor zichzelf antwoord geeft op die vraag, wat is het doel van onderwijs? En dan vervolgens gaat handelen op basis van het antwoord dat op die vraag gegeven wordt, dan kunnen we een heel systeem in beweging brengen.